FC Lienden, de Betuwe Derby. Nou, dat het een derby was, dat bleek uit alles. Maar het was niet jullie derby. Waar lag het aan vandaag? Nou, ik vind het echt zwaar teleurstellend. Dat we de hele week hebben geroepen. Jongens, 100% is het maximum wat je aan passie kan geven. Maar in een derby moet je 120%. Doe het voor de supporters. Onze supporters vinden dit ongelooflijk belangrijk. We staan derde, dat is hartstikke knap met het clubje wat we bij elkaar hebben. En we doen het met z'n allen hartstikke goed. Maar je zal vandaag toch wel 90 minuten met het snot uit je oren. Ik heb het niet gezien. Nee, en dan zie ik ook nog eigenlijk de hele wedstrijd dat de scheidsrechter en dat de arbitrage heel veel frustratie bij jullie oproept. Waar kwam dat door? Afschuwelijke instelling van ons, maar ook afschuwelijke arbitrage. Ze hebben net 5 broodjes kroket gehad met z'n drieën. Ze hebben er 3 allemaal eentje genomen en die andere doormidden gebroken. Hebben ze er allemaal nog één. Ja, maar daar hebben we niet door verloren. We hebben niet verloren door de arbitrage. Wij hebben de eerste goal is heel discutabel, want ik heb niet goed. Maar wij hebben gewoon geen passie gebracht die in een derby thuis hoort. We hebben de eerste 20 minuten hebben we ze redelijk zoek gespeeld. Hebben we goed gespeeld. En daarna, als je niet goed speelt, dan zou je gewoon alles van je kleine teen tot aan je kruin zou je moeten doen voor je supporters die hier massaal zijn gekomen. En die hebben we teleurgesteld. En dat vind ik zeer pijnlijk. En ik ben kapot. Jan Veldhuis en Michel Oppenhoog, de andere trainers, zijn kapot. De spelers hadden kapot moeten zijn. En je liet hem al heel even vallen, die 1-0. Want daar gingen jullie helemaal uit je dak. Wat gebeurde daar? We zaten natuurlijk op een eindje afstand. We krijgen pal hier een vrije trap. We spelen die kant op. En ja, dan wacht je dat hij ingebracht wordt. En onze linksbuiten, ja, wat Bellassan, die tikte hem aan. Per ongeluk, zegt hij. En hij schiet hem tegen een speler van Tech aan. Ja, als je dan door mag, dan staat hij wel iets te dicht op de bal volgens mij. Toch? Jullie blijven in ieder geval wel op de derde plek staan. Is dat nog het enige positieve van vandaag? Nee, er is niets positiefs vandaag. Het enige positief is dat we 1 wedstrijd richting dichter bij het einde zijn. En dat we nog steeds 4 ploegen onder ons hebben. Want dat is vandaag wel heel, heel erg duidelijk geworden. Wij zullen alle zeilen bij moeten zetten om er 4 onder ons op te houden. En dat zal een hels kawaii worden. Dus jij verwacht geen derde plek aan het einde van het seizoen? Nee, absoluut niet. Daarvoor hebben wij met z'n allen, onze supporters vandaag, veel en veel en veel tekort gedaan. En hoe moet dat dan veranderen richting volgende week? Ja, ik ben nu zo teleurgesteld. Wij zijn met z'n allen zo teleurgesteld dat we nog ineens aan volgende week denken. Wij hadden hier vandaag veel meer moeten bieden. En dat hebben we met z'n allen niet gedaan. En nog 1 ding buiten deze wedstrijd. De afgelopen week natuurlijk heel veel aandacht voor het overlijden van je vader. Ontzettend mooie momenten gisteren bij Feyenoord. Dat moet indruk op je maken. Ja, hoe Feyenoord, maar ook de andere ploegen waar hij gewerkt heeft. Hè, maar hoe Feyenoord gisteren Kruijs Senior heeft geëerd. Goh, wat een prachtige minuut stilte. Dankjewel Feyenoord supporters.